Niet naar school, maar aan de slag bij een leerwerkbedrijf. Het Maaswaal College probeert zo het personeelstekort terug te dringen. Het grote tekort aan personeel in de techniek, horeca en zorgsector is nog steeds een groot probleem. Docenten van het Maaswaal College in Wijchen hebben daarop iets bedacht. Leerlingen gaan 13 weken aan de slag bij een leerwerkbedrijf om daar ervaring op te doen. Ik heb bij Euromes Marco stage gelopen. We mochten dingen ontwerpen, lokalen ontwerpen. Moesten een beetje meemaken hoe mensen drinken moesten aanbieden en gewoon sociaal zijn tegen andere mensen. Dus was wel leuk. Vandaag vindt de certificaatuitreiking plaats voor ruim 60 VMBO-leerlingen die mee hebben gewerkt aan leren in bedrijf. Afdelingsleider Jan van den Boogaard legt uit waarom dit project zo belangrijk is. Ze leren daar op de plek waar de professie is. En in de bedrijven zit de professie. Die zijn zo innovatief. Die kunnen daar veel beter als wat wij op school doen. Ja, heel plat, wij hebben boeken, we hebben wat materialen. Maar het grote mooie materiaal is gewoon op de bedrijven. En daar komen ze dan mee in aanraking. Eigenlijk met de techniek, met de manieren van 2024. Ze zijn onderdeel van het bedrijf. En dat begint al heel simpel, om eens te leren om 's morgens vroeg aanwezig te zijn. En dat ze zich voelen als een soort werknemer van een bedrijf. En dat ze zich verantwoordelijk voelen om echt het bed uit te gaan om hier dat keuzevak en de stage te doen. De leerlingen doen verschillende werkzaamheden bij de bedrijven. Klant ontvangen, lunchen serveren, koffiezetten, apparaten reinigen, aanvullen. Ja, we werken een aantal projecten mee om vakmensen te ontwikkelen en te helpen zich te groeien. We doen dat met Leren Bedrijf, we doen dat met Spark. En de achterliggende gedachte is, als wij onze kennis en kunde delen met onderwijs, goede leerlingen en studenten, En dan hebben ze al een keer kennis met ons gemaakt. En wellicht dat ze in de toekomst, na een vervolgopleiding, bij de keuze voor werk, denken, leuk bedrijf was dat, daar wil ik werken. De regels voor het gebruik van natuurgebieden zijn flink aangescherpt. De basisregel is vanaf nu, volgens Natuurmonumenten, dat in één natuurgebied alleen is toegestaan wat op de gele borden bij de ingang van een terrein staat vermeld. Elke activiteit die er niet op staat vermeld, is verboden. Ja, in het algemeen kan je zeggen, als ik de natuur in wil, ga ik dan met een groep groter dan 20 mensen? Is die activiteit die ik ga ondernemen commercieel, dus betaal ik ervoor? Of heeft de activiteit impact op de natuur? En als bij een van die drie vragen het antwoord ja is, dan moet je er toestemming voor vragen. Die toestemming, dat is een nieuwe regel. Dus bedenk wat je gaat doen in de natuur. En moet ik daar dus toestemming voor vragen? Dit geldt niet voor bijvoorbeeld wandelen of fietsen op de daarvoor bestemde paden. Dat blijft gewoon vrij. Maar het is belangrijk om je te realiseren dat gebruik maken van de natuur kan misschien wel gratis overkomen. Maar dat wil niet zeggen dat het geen impact heeft. Zo moeten organisatoren van evenementen, van activiteiten of sportactiviteiten toestemming vragen. Mag een volwassen bezoeker maximaal 3 honden bij zich hebben en is asverstrooiing niet meer mogelijk in al onze gebieden. Dat was al zo in enkele gebieden en waar het toegestaan was, dat was dan onder voorwaarden. Maar dat is nu, daar is één lijn in getrokken. Volgens Natuurmonumenten is het aanscherpen van de regels wel nodig. Iedereen is welkom om te genieten in de natuurgebieden van Natuurmonumenten. Maar het gaat gewoon niet goed met de natuur in Nederland. De natuur staat onder druk en we moeten de natuur daardoor beter beschermen. Je weet, in tijden van corona was het heel druk in de natuurgebieden. We kregen toen een voorproefje van hoe druk het zou kunnen zijn. En omdat meer mensen hun activiteiten willen organiseren in de natuur, moeten wij als Natuurmonumenten er ook over nadenken. Kan dat allemaal? En kan dat allemaal overal? En het antwoord daarop is nee. Want zoveel activiteiten hebben gewoon te veel impact op de natuur.
De officier van justitie eist 240 uur taakstraf en een rijontzegging van 12 maanden tegen de man uit Herveld die in januari 2022 een ongeluk veroorzaakte op de A30 bij Lunteren. De chauffeur reed op de A30 ter hoogte van het tankstation toen hij bezig was om een appeltje uit zijn tas te halen. Hierdoor zag hij een file over het hoofd. Hij klapte op een bestelbusje en dat busje klapte weer op het busje dat ervoor stond. Hierbij overleed één persoon en raakte drie mensen zwaar gewond. Over 2 weken komt de rechtbank met de uitspraak. Poppodium Doornroosje zal nog meer shows moeten organiseren om financieel gezond te blijven. In het afgelopen jaar verwelkomde de Poptempel bijna 400.000 bezoekers. Met 518 concerten en evenementen verspreid over 15 locaties. De hoofdlocatie bij Stationsplein zag een significante toename van bezoekers. Van 167.000 in 2022 tot bijna 190.000. Ook de kleinere zaal Merlijn trok aanzienlijke aantallen met meer dan 26.000 bezoekers. De programmering omvat een breed scala aan muziekstijlen. Van grote namen tot experimentele genres. Het winkelcentrum van Beuningen wordt steeds meer ingevuld met instellingen voor zorg en dienstverlening. Dat zei wethouder Alwin Steeg onlangs. Als voorbeeld gaf hij de bouw van het nieuwe zorgcentrum op de plek waar vroeger supermarkt Aldi was gevestigd, aan het Mauritsplein. Het pand in Beuningen, waar vroeger de Reachshop was gevestigd, heeft bijna 10 jaar leeggestaan. Nu zit daar met focus en locatie voor voortgezet onderwijs. Steeg noemt het een mooi voorbeeld hoe je een winkelcentrum op meerdere manieren kunt invullen. Naast focus zit er aan het Julianaplein al een tijdje een kinderfeestshow. De leegstand van panden in het centrum van Beuningen is inmiddels gedaald van 9% in 2019 naar 6% in 2023. Veel mensen maken een wandeling tijdens een lunchpauze, maar de Radboud Universiteit doet er toch even een schepje bovenop. Medewerkers en studenten gaan samen op pad om de vogels op de campus te tellen, om te kijken hoe het gaat met de vogelstand. We organiseren dit 1 keer per jaar en we willen graag weten welke vogels hier leven. En tegelijkertijd willen we kijken van hoe we het nog meer aantrekkelijk kunnen maken voor vogels om hier zich te vestigen. We hebben vogels geteld met een groepje collega's hier op de campus van de Radboud Universiteit. Vooral kauwen, die zitten hier veel, maar ook duiven, specht, boomklevers, koolmeesjes. Ja. Tijdens de vogeltelling krijgt de groep ondersteuning van het SOVON, een kennisinstituut voor vogels in Nijmegen. Via een app noteren ze alle vogels die ze tijdens de wandeling tegenkomen. Gelukkig heb ik contact met iemand van SOVON, Jelle Abma. Die helpt mij daarbij. Dat is een wetenschapper, die weet dat precies. En we zijn in 3 groepjes uit elkaar gegaan. Dat gaat met kilometervakken. En hij heeft een app voor ons. En in die app registreren we de vogels die we zien of die we horen. En zo wordt het ook landelijk in de database opgenomen. Ja, universiteit en ziekenhuis hebben samen een biodiversiteitsbeleid. Dat wil zeggen dat we het terrein zo goed mogelijk toegankelijk maken voor vogels. Dat er ook te eten is, dat er broedplekken kunnen zijn, dat er schuilplekken zijn, dat er water is. Zo ook dat. De vogeltelling op de campus van de universiteit is een goede opwarming voor aankomend weekend. Dan is de nationale tuinvogeltelling. En dat is ook de reden dat wij dat nu hier gedaan hebben. Om mensen warm te krijgen om dat in hun eigen tuin ook te doen. De tips die staan allemaal op de website van het vogelbescherming. Dus daar kun je het gewoon zien. Ja, ik heb ook wel eens met de tuinvogeltelling meegedaan. Dus dat is dan in je eigen achtertuin. Maar hoe pak je zo'n telling aan? Gewoon welke soorten je ziet. En als je twijfelt over een soort, dan meestal zoek ik het dan gewoon op internet. Dus een kraai en een kauw, die lijken erg op elkaar. Maar een kauw, die zitten vaak in groep bij elkaar. En een kraai, die gaat vaak in zijn eentje. Nou, dat heb ik dan vandaag weer geleerd. Vond ik leuk. Vandaag ging de kwaliteit van het weer eigenlijk in 1 rechte lijn achteruit. Het begon nog rustig, droog en zonnig, maar in de loop van de dag nam de wolking toe en ging het op steeds meer plaatsen regenen. Vanavond en vannacht gaat het nog iets verder achteruit, want dan trekt ook de wind weer aan stormachtig. Morgen begint de dag ook onstuimig en bewolkt. Lokaal kan er nog een enkele bui vallen, maar verder zal de dag droog verlopen bij een graad of 12.
De dagen erna blijft het licht wisselvallig. Van tijd tot tijd zijn er zonnige periodes die afwisselen met de nodige buien of regengebieden. Het blijft wel zacht bij temperaturen tussen de 10 en 12 graden. Tot zover het RN7 Regio Nieuws van dinsdag 23 januari. Kijk voor het laatste nieuws ook op rn7.nl en volg ons ook even op de sociale media. RN7 is sinds kort ook te vinden op de media TikTok en Threads. Dus zorg dat je ons ook daar even volgt voor het snelste nieuws en de meest exclusieve content. Wij zijn morgen weer bij je terug, dus graag tot dan!